Evenals de Susuhunan van Solo bracht ook de sultan van Gyokya een bezoek aan het paleis van de gouverneur-generaal te Buitenzorg, waar hij door de landvoogd officieel werd ontvangen. In Tegal bevindt zich het graf van Sunan Amangkurat, een afstammeling van de vorsten van Mataram. Dit graf geldt bij de inheemse bevolking als heilig. De Susuhunan van Solo bracht er dit jaar voor het eerst een bezoek dat met bijzondere plechtigheid gepaard ging.